Kees van Buren, vaste waarde tot nu toe, dit seizoen bij Sparta. Moet ook wel lekker zijn voor jou, denk ik, na dat seizoen wat je vorig seizoen hebt meegemaakt. Ja, klopt. Ik heb alles nog gespeeld. Het is natuurlijk wel mezelf om het niveau vast te houden dat ik wel blijf spelen. Maar het is in ieder geval een lekkere start weer, ja. Want vorig seizoen weinig gespeeld. Dat kwam met name door een blessure, begreep ik, hè? Ja, ik heb het eerste seizoen zelf met mijn hamstring gespeeld. Met problemen gehad, elke keer terugslag gehad. Dan loopt het in het elftal. Stonden natuurlijk bovenin. Ja, dus voor de trainer weinig om te gaan wisselen achterin. En dat is voor mij natuurlijk balen. Ik heb nog wel een paar keer mijn wedstrijden kunnen spelen of in kunnen vallen. Maar het was wel veel te weinig voor mezelf ook. Dus het was wel een moeilijk seizoen vorig jaar. Was het ook een gek seizoen? Want op een gegeven moment ging het goed met jouw club Willem II. Promotie uiteindelijk. Voelt dat dan ook wel als jouw feestje of was je een beetje een buitenstaander? Nee. Ik ben eigenlijk altijd wel goed in de groep. Ik heb altijd goed in de groep gelegen. En ook met... Ook met de teamgenoten altijd goede contacten gehouden. Ik heb dan misschien maar 8 wedstrijden gespeeld. Maar ja, ik heb gewoon wel altijd deelgenomen van de groep en de trainingen. En de jongens gesteund en hun steunde mij. Dus ik heb het wel echt gevoeld als echt kampioenschap waar ik bij aan deelgenomen heb. Is het nou gek voor jou om jouw oud-ploeggenoten nu in de Eredivisie te zien spelen, terwijl je zelf nog steeds in de Jupiler League loopt? Nee, want ik heb ook in het eerste bij Utrecht gespeeld. En toen heb ik ook een stapje terug gedaan naar Den Bosch. Ja, toen heb ik ook nog heel veel teamgenoten die dan in de Eredivisie spelen. Het is natuurlijk wel jammer als je kampioen wordt dat je dan vervolgens niet in de Eredivisie speelt. Maar voor mezelf is dit gewoon veel beter. Omdat bij Willem II was er weinig kans om te gaan spelen. En mijn contract liep daarnaast ook af. Ja, Sparta vind ik gewoon echt een hele mooie club. En ik vind het te vergelijken met Willem II. Alleen ja, Sparta is nog niet gelukt om te promoveren. Dus hopelijk dit jaar. En je speelt dus hier in die beginfase van het seizoen. Hoe gaat dat in jouw ogen? Dat gaat redelijk. Ik vind nog wel dat het wat constanter kan. Met een paar wedstrijden, zoals afgelopen wedstrijd tegen Almere City, vond ik mezelf niet heel erg heel goed spelen. Uiteindelijk win je de wedstrijd wel met 3-0 en hou jezelf de 0. Dat is wel een superlekker gevoel. Dus ja, ik denk als ik gewoon mijn constante niveau, als ik dat kan vasthouden, dan ben ik zeker tevreden. Maar dat komt zeker wel. Wat zijn jouw specifieke kwaliteiten in dat opzicht? Want je ziet dat jullie verdedigers flink aanvallend zijn. Hè? Thijssen wil nog wel eens meegaan met Hoekschop met name. Bjelica ontzettend aanvallend. Hoe zit jij daarin? Ja, je moet natuurlijk vooral naar de restverdediging kijken. Want in de counter, vooral tegen Sparta, zijn meestal de wat bovenliggende partijen. En als we dan met z'n allen voorin gaan lopen, in ieder geval aanvallend gaan denken als verdediging. Ja, dan krijg je op een gegeven moment de deksel op je neus met een counter. Dus dat is wel een beetje, hè, ik ben denk ik een van de ouderen achterin, om dat een beetje in de gaten te houden. Nu samen met Steven Nieuwendaal, die ook op het middenveld dat in de gaten houdt. Ja, dat is wel belangrijk. En zelf probeer je dan ook nog wel een keertje je aanvallende kwaliteit te kunnen laten zien. Nou, zoals afgelopen wedstrijd tegen Almere, dat het een keertje gebeurde. Nou ja, zo probeer je eigenlijk een beetje de balans in het elftal te houden. Assistje? Ja, was weer even lang geleden, maar dat was wel heel lekker. Nu Telstar, hoe kijk je naar die tegenstander? Nou, ik kijk wel met een... Het is altijd een hele moeilijke tegenstander. Ik weet nog van vorig jaar met Willem II hebben we daar echt een hele moeilijke, stugge wedstrijd gespeeld. We hadden uiteindelijk nog verloren ook. Ik heb ze dit jaar, volks wel een beetje. En ze hebben wel gewoon goede spelers. Ik heb begrepen, goede trainer. Ik heb zelf nooit met hem gewerkt, met Vonk, maar hij heeft hier gezeten. Dus het wordt in ieder geval wel een hele moeilijke en zware wedstrijd, denk ik. En het is de start ook van een zware reeks. Er zit een beetje tussen met interlandvoetbal, maar daarna Roda, NEC, VVV. Jullie staan wel voor een mooie maand. Ja, zeker weten. Het is wel inderdaad, laten we eerst deze wedstrijd lekker richten. En eigenlijk ben ik nog niet echt bezig met de weken daarna. Ik weet dat er wel een interlandweek aan zit te komen. Dus het is eigenlijk deze week nog vol gas geven en dan weer eventjes het energie allemaal bij elkaar verzamelen. Dat je volle bak kan gaan in die tweede periode eigenlijk. En daar komen zeker mooie wedstrijden aan. Het zou wel lekker zijn als je een weekje vrij kunt gaan nemen met 3 punten of zo. Ja, zeker weten. Zoals vorige keer was het echt een zuur gevoel toen je met 5-0 verloor van Volendam. Ja, dan heb je een week eigenlijk niks. Dan speel je wel een oefenwedstrijdje. Maar ja, dat is toch iets heel anders als competitie. Dus ik hoop dat we het nu gewoon lekker goed kunnen afsluiten. Dat je nog lekker een weekje kan genieten van de overwinning.